En het was in die tijd dat er nogal wat te doen was over de polio-epidemieën. Er was geen personeel, er was geen huisvesting, er was niks. De conciërgewoning die hierboven zat, is toen van ons ontruimd. Er moet inderdaad iets komen. En dat moeten jullie nu doen. Daar werd gewerkt aan zogenaamde voorlichtingskranten. En daar werd geprobeerd aandeelhouders te werven. Om te kunnen starten, dan moeten we op zijn minst 20.000 aspirant-abonnees hebben. Er is ontlezing, niet alleen op papier, maar ook digitaal. Korte stukjes, uitgebreide artikelen, leest men steeds minder. Toen ik ging trouwen was het vanzelfsprekend dat je een ND-abonnement nam. Dat zijn natuurlijk toch ontwikkelingen die ook aan de relevantie, aan de identiteit van het RD knagen. Maar onze gezin lijkt meer op een kerstkrans. Hè? Hou je rekening met wat er van de buiten en wat er binnen zit. Dat is niet eenvoudig, want dat doe je waarschijnlijk nooit goed. Daar kwam een golf van kritiek op. Nou, introduceer je televisie in de achterban. We zijn tegen televisie. Hebben we ons best gedaan om echt duidelijk te maken hoe je vanuit Gods woord aankijkt tegen homoseksualiteit. Paulus zei, ik schaam me des evangelies niet. Ik heb wel de indruk gehad dat christen zich soms wat, nou ja, ik ben slechts een christen. Nee, ik ben een christen. Niet vanwege die mens, maar wel vanwege die boodschap die je door mag geven. Het is het principe, het is onze opdracht om iets uit te dragen. Het oude gedachtegoed, hè? Dat klinkt misschien oud, maar het is eigenlijk vers. Het is nieuw, het is voor vandaag ook relevant.